Stefan Tsang, NDP-parlementariër, vroeg gisteren tijdens de openbare vergadering in het parlement aandacht van de regering met betrekking tot blacklisting van de Verenigde Staten van Amerika over de export van wapens en munities naar Suriname. Ook hebben leden vragen gesteld over de blacklisting van de Verenigde Staten met betrekking tot exporten van wapens en munitie naar Suriname. Dit heeft gevolgen voor onze economie, de schietsport, de veiligheid. Immers, legale wapendragers worden gedupeerd met deze maatregel ten koste van illegale wapendragers. Daarnaast heeft het negatieve gevolgen voor het imago van het land. Deze regering heeft haar buik vol van dat ze het land hebben gehaald uit een verzonnen, niet bestaand internationaal isolement, voorzitter. Het blijkt steeds meer dat we juist door dit beleid internationaal worden of dreigen te worden geblacklist. Ik vraag concreet, heeft de regering met betrekking tot deze kwestie de Amerikaanse ambassadeur ter verantwoording geroepen? Is er officieel protest aangetekend of accepteren we dat ook? Welke belangen dienen we eigenlijk? Volgens minister Albert Rambin van Bibis is er geen sprake van blacklisting. Die kwestie heb ik vandaag tijdens een persconferentie uitvoerig aan de orde gesteld. Er is, laat me duidelijk zijn, er is geen sprake van blacklisting. Absoluut niet. Suriname is geen partij tot wat men noemt de groep van Wassenaar. Een aantal landen, zo'n 60, 70 landen in de wereld, zijn onderdeel van de lijst van Wassenaar, zo heet het. Waarbij voor die landen er voldoende zekerheden zijn ingebouwd dat wanneer zij een bestelling plaatsen, dat na de checks, want zij gaan ook door een reeks van checks, is onderdeel van zeg maar exportprocedures, dat die landen daar doorheen gaan. Maar op voorhand weet men over het algemeen dat zij de goedkeuring zullen krijgen voor een export. Nou, de andere landen, dus die niet op de Wassenaarlijst zijn, die zitten in een andere categorie. En Suriname is niet het enige land. Daar zitten meer dan 100 landen in. Wij zijn niet het enige land. Er is ook geen sprake van blacklisting. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen exporten of orders van overheden en orders vanuit de private sector. En in beide gevallen, in het geval van overheden, als er goed overleg is, gaat men ervan uit. De checks worden nog steeds gedaan. Die procedure is strak, maar men gaat ervan uit dat dat wel in orde komt. Maar in het geval van orders van bedrijfsleven, dan gaat men niet ervan op voorhand van uit dat de orders gesanctioneerd zullen worden. Men wil die uitvoerige pre-check doen. Dus voor ons is het een exportprocedure regel dat aangescherpt is geworden. Overigens, besproken in CARICOM-verband, recentelijk nog in Panama, dacht ik, aan de orde gekomen. Ook omdat CARICOM-landen en ook wij nadrukkelijk hebben geklaagd en aan de orde hebben gesteld, beter gezegd, dat vuurwapens, kleine vuurwapens, hun weg vinden op illegale manier richting onze landen en daardoor de criminaliteit stijgt. Nou, dit is één methode op welke wijze de Verenigde Staten probeert een beetje dat in te dammen. Dus het is echt niet dat er een blacklisting is. We zijn ook niet de enige op de lijst waar de procedures voor export zijn verscherpt, maar niets anders dan dat.